Goedendag, Sportclub Rijnmond is er vandaag met 4 reportages. Van achteren naar voren zijn dat een debat over de sport in Rotterdam, kunstrijden op de schaats, het CXS elftal van de eeuw en natuurlijk Feyenoord. Terwijl we bij het langebaanschaatsen wereldwijd domineren, kunnen we bij het kunstschaatsen nog steeds weinig potten breken. Toch loopt er op dit moment een groot talent rond in Rotterdam. Kiara van Tiel is 13 jaar en springt als enige in haar leeftijdsklasse sprongen drievoudig. Daarom wordt zij door velen gezien als een rijdster met toekomst. Next to skate, representing the Netherlands, Kiara van Tiel. Maar ze heeft veel in zich, veel kwaliteiten en een mooie toekomst voor zich. Maar ja, hoe het wordt, dat zal ze, heeft ze ook zelf in handen. Krijgt ze blessures, hoe ontwikkelt ze zich? Maar ze is wel in Nederland inderdaad toch wel dat ze er ver boven uitsteekt. Kiara is wel een meisje dat echt heel graag schaatst. Dat zie je aan alles. Dat is de eerste belangrijkste voorwaarde. En daarnaast beschikt ze over de fysieke mogelijkheden ook om het te doen. Springen, dat is echt iets wat ik heel goed kan. Ze is zo dynamisch en de sprongkracht, dat is enorm. In het begin had ze daar heel veel last van, want werkte het eigenlijk tegen haar, omdat ze de sprongen niet op kon vangen, omdat ze zo hoog ging. En nu heeft ze echt, is ze zoveel verder met training en kan ze alles controleren. Challenge Cup is een heel belangrijke wedstrijd voor ons, omdat daar onze eigen talenten de kans krijgen om in een internationaal veld deel te nemen en ook te zien wat andere leeftijdsgenoten doen uit andere landen. Dus dat vinden we heel belangrijk, omdat ze dan zien van hoe hoog is internationaal het niveau nu en waar kan ik dus nog aan werken om beter te worden. Er is vandaag een Japans meisje en dat staat boven haar en ze kan de sterren van de hemel schaatsen vandaag, maar ze komt er in de verste verte niet bij. Dus ik probeer haar altijd voor ogen te houden van kijk, je bent in Nederland wel de enige die trippel springt in jouw categorie. Maar internationaal is het heel normaal. Hoe reëel is de kans dat zij bij de wereldtop überhaupt kan komen? Europese top 10 enzovoort. Ik ben ervan overtuigd dat ze dat in zich heeft. Alleen die weg is echt nog heel lang. Ik bedoel, ze is 13 jaar. Dan praat je over 6, 7, 8 jaar verder. Wat de mogelijkheden zijn in Nederland is niet altijd even groot, zeg maar. De ijsbaan in Dordrecht is wel het hele jaar open. We hebben goede medewerking. We hebben een sponsor die een aantal dingen financiert. En de vereniging die ondersteunt Kiara ook waar het kan. De stichting van Joan Hanappel, SKN, is er die ondersteunt. Dus alles bij elkaar zou het mogelijk moeten zijn. En je krijgt nu ook coaches uit het buitenland af en toe. Merk je dan een verschil? Nou, ze bedoelen allemaal hetzelfde. Maar buitenlandse die zeggen dan weer net iets anders. En dan zie je het opeens, dan gaat het makkelijker. En wat voor dingen zeggen ze dan bij jou waar je aan moet werken? Nou, meestal dat ik de tijd moet nemen, lang wachten en mijn armen moet meenemen. Ben je een beetje ongeduldig? Ja, soms wel. Thank you, Kiara. Thank you, Kiara. Ze eindigde afgelopen weekend bij de Challenge Cup in Den Haag als tweede in haar leeftijdscategorie. En nu we hopen dat ze doorgroeit naar het niveau dat nodig is om mee te kunnen doen aan de Olympische Winterspelen. Tot zover bij Rijnmond. Voor meer regionaal sportnieuws is er www.rijnmond.nl en ons Twitter-account @Rijnmondsport. En vrijdag zijn we met een nieuwe aflevering van de voetbaltalkshow FC Rijnmond. Dank voor het kijken en blijf genieten van het mooie weer. Dag.